Dit is ons eiland die we momenteel aan het bouwen zijn. En vandaag gaan we hem helemaal afmaken. We hebben al een huisje, een bar, een strandje en er komt nog zoveel meer. We gaan meteen verder met mijn favoriete deel. Hier staat een gloednieuwe palmbom die we hebben gekocht. Die was 500 euro. Wat we niet wisten is dat deze palmboom 200 kilo woog, dus het heeft meer dan een uur geduurd om deze op het eiland te krijgen. En hij staat. Alleen nog wel een beetje scheef. Ai. Nu we de boom mooi recht hebben gezet, kunnen we de pot gaan afwerken. Zo. En dan kunnen we dit riet mooi om de bak doen, zodat het er een stuk mooier uitziet. En wat er bij een grote palmboom hoort, is een kleine palmboom. Geen idee waarom. Schep. Ah! Is dat toch de hele tijd? Schap dichtgooien. Zo, die staat. En zo ziet het eiland er meteen een stuk tropischer uit. We hebben nu wel een huisje. Maar het is nog helemaal niet aangekleed en ingericht. Want nu ziet het er zo uit. We beginnen met het maken van een klein trappetje. En dan kan je er nu zo oplopen. En is het meteen tijd om spullen te halen voor de inrichting. Hakman, let's go. Nummer 1 en nummer 2. Welkom. Let's go. Terug naar het eiland. De hangmat. Eens even kijken of die hier gaat passen. Ik moet serieus zeggen, dit is een mooie hangmat. Dan hebben we hier nog een mooi tafeltje. Boom. Ah. Oei, oei, oei. Oké, dan hebben we hier nog een mooi tafeltje. Die komt... Hè? De camera staat helemaal verkeerd. Die komt hier in de hoek. En op dat tafeltje komt deze plant. Maar als ik zo kijk, mist er nog één ding. En zo is het toch veel mooier. Serieus mooi. Uiteindelijk komen er dus gasten. En die gasten moeten vast een keer poepen. Ja, dat is serieus. Dat is toch serieus? Ja, dat is wel. Dus we moeten er ook gewoon voor zorgen dat hier een wc is. En de wc komt hier te staan. Officialiteit. Ik zeg je heel eerlijk, dit is wel echt een mooi plekje om lekker te poepen. Het is een gloednieuwe dag en het eiland ziet er al prachtig uit. Alleen mist er nog wat actie. En dat is een glijbaan. Want een eiland zonder glijbaan is een eiland zonder glijbaan. Feiten. Oh, gisteren? Ja. Leuk verhaaltje. Ik reed gisteren met de kar achter de auto. En ik kwam bij de bestemming aan. Shit. De kar is eraf gevlogen. Ja echt, hij zat er niet meer aan. Helemaal in paniek. Terugrijden dezelfde weg, 3 keer raden. Hij stond nog thuis. Ik had hem niet gekoppeld. Voordat we aan de glijbaan konden beginnen, moesten we natuurlijk hout halen. We zijn in de werkplaats en hier gaan we de glijbaan bouwen. En als we de glijbaan dadelijk af hebben, transporteren we hem natuurlijk naar het eiland. Hoe we dat gaan doen, geen idee. We begonnen met het in elkaar zetten van de frames. Frame 1 en frame 2 zitten nu in elkaar. En deze delen moeten nu aan elkaar gekoppeld worden. Dan pakken we de plank en moet hij dan natuurlijk op. Oh, 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 oh. Jep, jep, rust, 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 rust. Pas op, pas op, pas op. Hey, hey. Ja, 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 ja. Trap, trap. Schroefmachine, shit. Nee, jongen, schiet zo. Ja, jongen, rustig. Dan schroeven we een bak. We hebben nog allemaal schoren toegevoegd voor de stevigheid. En 2 balkjes aan de zijkant. Zodat we er niet van afvallen. Dames en heren, we zijn op 1 probleem gestuurd. Gestuurd? Gestuurd! De glijbaan is nu soort van af. Alleen, we hebben er serieus niet over nagedacht dat we dit naar het eiland moeten vervoeren. Ik heb wel een idee. Gaat dat idee echt werken? Ja. Jep, gaat het plan echt werken? Ja. Jullie denken nu vast dat er een geniaal plan aankomt. Er komt er ook. Er komt een geniaal plan aan. Jep. Dit wordt helemaal niks. Jawel. We gaan het doen met wieletjes. We gaan hem helemaal duwen. Dan moeten we letterlijk 2 wielen op. Ja? Hoe wil je hem anders krijgen? We gaan deze wieletjes dus onder de glijbaan monteren. Dames en heren, hij staat nu op de wieletjes en nu is de test of het werkt. 3, 2, 1. Het werkt natuurlijk echt. Wat moeten mensen wel niet denken als ze met Dinning over straat gaan rijden? En dan vragen jullie je af, hoe lang is het lopen? Zonder grappen 2 uur. Tja, helaas paste de glijbaan niet op onze kar, dus hadden we geen andere keus. Doorgaand verkeer, rechtsaf. Let's go. Maar ik moet toegeven, het was toch wel een best goed plan van Jesper. Jesper, bedankt jongeman. Oh shit! Hebben wij weer! Dan maar even wachten. Hallo! En we kunnen weer! Na een tijdje werd het toch wel heel erg vermoeiend. Hey, jongens! Oh, we zijn ineens op de helft. Maar ja, er was geen weg meer terug. Even pauze. En we gaan weer door! We zijn er bijna! De spoor is afgebroken. Oh nee. Na 1 uur en 3 kwartier lopen staat die glijbaan hier. Maar hij moet hier op het eiland komen staan. Natuurlijk is het nu niet zo fijn om er af te glijden. Dus daarom hebben we een blauwe zeil.
Maar dit zand moet nog op maat gesneden worden. En dat ga ik doen met dit Stanley mes. Dit zand trekken we dus nu over de glijbaan omhoog. Dan ligt er weer onder zand op. En houdt het vast! Hij zit niet vast! Nee, hij zit inderdaad niet vast. En dan nieten we het zeil weer vast met de nietmachine. Zo. Wat moeten mensen wel niet denken als ze hier langs komen rijden? Omdat hier bijna water in komt, moeten we natuurlijk een bruggetje maken. En daar moeten deze delen op. Toppie. Nog eventjes vastschroeven en een leuningje toevoegen voor de veiligheid. Het is de volgende dag en zoals jullie zien heeft Erop hier een unbreakable box gedropt. Ik heb serieus geen idee wat hierin zit. Persoonlijk hoop ik een frikandelbroodje. Deze dobbelsteen gaat bepalen welk gereedschap we mogen gebruiken. Let's go! Oh, 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 oh! Vier! Vier! Wat vier? Nee! Een stoeptegel! Oh! Ik heb al aardige schade gemaakt. Ik wist niet dat dit zo'n goed gereedschap was. Stoeptegel gaat er niet doorheen. A few moments later. Hey! Holy shit! Ik ben er gewoon al doorheen met de stoeptegel. Dit had ik niet verwacht. Ik kom er nu achter. Ik had ook gewoon de box kunnen omgooien. Zoals jullie zien heeft Erem hier een nieuwe stalen fles. Deze fles zorgt ervoor dat het drinken koel blijft. En dat kunnen we nu al gebruiken met deze tropische temperaturen. En wil jij ook een fles met een premium en strak design? Dan is deze echt iets voor jou. Met de kortingscode GLOWMOVES krijg je daar nu 10% korting op. Ik zit vast. Nee, mijn shirt blijft haken. Nee, Net zoals bij alle andere flessen kun je er dus een geurpot op doen. En als je nu drinkt, lijkt het dus net of je een smaakje proeft, maar je drinkt puur water. En over water gesproken, in ons riviertje moet ook nog water. En daarvoor hebben we een gigantisch cel besteld die we later naar kunnen toevoegen. Jullie hebben allemaal namen achtergelaten voor het eiland. En natuurlijk hoort er ook een vlag bij. Spannend! De naam van ons eiland is... Glowland. Eerst graven we een gat en daar komt deze mast dus in. Zo prachtig. Glowland. Het is de volgende dag en dit gigantische zeil is binnengekomen. Dit gaan we dus helemaal rondom in de beek leggen. En dan blijft het water hopelijk in de rivier staan. Het is helemaal rond. En nu moeten we het zeil nog uitvouwen. Let's go. We hebben hier een slang. En als ik op dit knopje duw... Oh, 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 oh shit, oh, ja, dan komt hier dus water uit. En als het water er eenmaal helemaal in zit, dan snijden we de randjes natuurlijk nog mooi af. En dan snijden we de randjes natuurlijk nog mooi af. Het riviertje helemaal gevuld, dus kunnen we dan ook zeggen dat ons eiland helemaal klaar is. En dat betekent ook dat onze gas langs kan komen. Rick, we hebben nog een half uur voordat de eerste gast komt. Oh nee. We moeten echt opschieten. A few moments later. Zo, ja, ons budget was een beetje op. Dus ik heb het strijkijzer van mam gestolen. Ja, de eerste gast komt. Yo, goeiedag. Reispapieren. Dat zal wel in orde zijn, hoop ik. Correct. Ik ga je een rondleiding geven door het paradijs. Ten eerste hebben we hier de chill gedeelte. Als je dorst hebt, kan je hier bij het barsje drinken bestellen. Hier hebben we de glijbaan. Ja, heel belangrijk. Moet je naar de wc te van? Eigenlijk wel. Geen probleem hier, we hebben hier alles. Ja, dit is het toilet. En dan natuurlijk het huisje. Ja, dit is gewoon een huis. Niks speciaals. Het moment van de waarheid. De gast gaat overnachten. En volgens mij heeft hij het al naar zijn zin. Hallo, ik heb dorst. Ik zou graag iets bestellen. Hoi. Voor mij graag een erpje. Ja, die heb ik. Oh, dankjewel. Bedankt voor het helpen, jongeman. In de avond besloten we nog een kampvuurtje te maken voor wat gezellige sfeer. Dit is super chill. Ik besef het nu eigenlijk pas. We zitten gewoon op een zelfgemaakt eiland. Zo gek. Vuurtje net echt vast. Je hebt het huisje, het huis. Het huis vind ik bijna aan. Oh nee. Oké, ik ben een beetje moe geworden. Het is een lange avond geweest. Oké, ik ga nu even mijn pyjama aandoen. Ik ben benieuwd hoe het ligt. Ik ook eigenlijk, maar het ziet er wel comfortabel uit. Oh, we gaan het nog eens proberen. Oh. We moesten snel even wat anders regelen. Oh, chill. Mannen, tot morgen. Ik ga maar eens proberen te slapen. The next morning. Oh. Heb je geslapen? Ja, nog wel chill, hey, yo. Heb je geen last gehad van de regen? Ja, op mijn gezicht helemaal nat geworden, maar dat maakt niet uit. Hallo, hallo, hallo! Ontbijtservice! Frikandelbroodje! Dan nu het moment van de waarheid. Hoeveel sterren gaat hij ons geven? 0 sterren is zeer slecht, 5 sterren is perfect. Ik geef deze accommodatie een 4,5 ster. 4,5!
Fijne reis. Vergeet zijn kanaal niet te checken. Je mag mijn hand nu al loslaten. Stop, Lucas. Vergeet zeker niet te abonneren. We hebben bijna 1 miljoen abonnees. Holy shit. Doei.